Zo, goeiedag. Ja, daar zijn we weer. Hoi, ik ben Mandy. Dit is Julia. En wij gaan vandaag een heerlijke workout voor jullie geven. En hij gaat nu dus pas online alweer. En we zijn weg. Hij is weg. Huh? Oh, hier. Oh. Sorry hoor. Oké, nou, mijn naam is Mandy. Julia. Dit is Julia. En wij gaan even een heerlijke workout voor jullie verzorgen. Kom lekker staan. We gaan beginnen met een korte warm-up. Zorg even dat je een stoel in je buurt hebt staan. We gaan namelijk beginnen met een trippeltje op de plaats. En wat, ik ga drie nummers noemen. En de nummers houden het volgende in. Nummer 1 is, je gaat zitten en je komt weer staan. Kijk eens, verdwijnt. Je verdwijnt een beetje uit het beeld. Even kijken hoor. Zo, oké. Dus 1 is zitten en we staan. Nummer 2 is klappen. En nummer 3 is de grond aantikken. Yes? Oké. We doen het eerst rustig aan. Even wennen aan wat we gaan doen. Yes? Hebben jullie allemaal een stoel bij de hand? Neem je armen mee. 1. Yes. 2. 3. 1. 1. En drie mooi verder. 2. 2. 2. Terug naar je stoel. 1. Pas op, hoor je mee dat je goed gaat zitten. Ja, hou het goed in de buurt. Yes. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 2. 1 1 3 2 Wordt wel een beetje warm. Zeg je ja. Ja. 2 2 1 1 1 3 Als je niet bij de grond kan, dan tik je gewoon je knie aan, hè? Geen probleem. Een beetje laat voor mijn opties, sorry. 3. 3. 2. 3. 2. 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 3. Oké. Volgens mij zijn we wel warm. Yes? Oké, gelukkig. We gaan namelijk beginnen met een paar oefeningen. We gaan 30 seconden werken, 30 seconden rust. En dat ziet er als volgt uit. De eerste oefening die wij gaan doen is een lunge. 1 been voor. Ik heb niet zo gezien. En je blijft laag. Dus je gaat kleine stukjes. Een half minuut op links. En verrassing, de tweede minuut is het andere been. Dan hebben we nog een derde halve minuut en die ziet er als volgt uit. We hebben twee opties. Je kiest of voor de allermoeilijkste, handen onder de schouders en je gaat je been intrekken, 1 voor 1. Yes? Zeg je man, veel te gek, ga ik niet aan meedoen. Ik hou het even leuk voor me, geen probleem. Pak je stoel van net, zorg dat hij goed stevig staat. Blijf ietsje hoger. Dit mag natuurlijk ook op de aarde plat, hè? Yes? Zorg alleen voor dat die stoel goed stevig staat. Oké. Dan, goedemorgen. Oké. Ik ga de tijd laten lopen. Kom alvast staan in de lunge. Gaat de lunge niet, geen probleem. De optie is 1 been voor, andere been intrekken. Voor je balans en je bovenbenen. Zijn we er klaar voor? Ja! In 3, 2, 1, tijd loopt. We beginnen met de lunge. Hou je borst goed op. En we doen kleine stukjes onderin. Spanning op je benen houden. De voeten aan het branden. Is je borst op? Zijn je schouders laag? Vinden we het nog leuk? Aha. Enig. Fantastisch. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En we wisselen meteen door. Andere been voor. Gaan we. Ja,
Je optie is hoog blijven, één been intrekken. Kleine stukjes, daag jezelf uit. Nog 10 seconden te gaan. Als het goed is, krijgen we het al een beetje warm. Klein beetje. Oké, gaan we door. Handen onder de schouders, handen op je stoel. Kies je eigen uitdaging en we gaan meteen door. Duw je schouderbladen naar buiten. Nou. Spanning op je buik. En zorg dat je schouders recht boven je handen zijn. 3, 2, 1, half een minuut rust. Oké, waar letten we op? Met de plank op de stoel. Hij schuift al een beetje. Schuift een beetje weg. Als je je handen zo hebt, dus probeer je handen recht onder je schouders te houden. Dan sta je stabiel. En dan kan de stoel de kant op. Yes, ondertussen hebben we nog 10 seconden rust. Gaan we dit rondje nog 2 keer doen? Echt waar? Ja, echt waar. Jammer, hè? Oké, zijn we klaar voor? Mooi, let's go, best een beetje voor. Korte stukjes, borst dus op. Trotse houding. En denk maar aan al die oliebollen die je hebt gegeten. Geloof me, dat waren er heel veel. Borst dus op. Spanning op die bovenbeentjes. Nog 5 seconden. 5 is een emotie, niet aan denken. En wissel. Andere been. Let's go. We gaan meteen door. Ik heb jullie nog nooit zo serieus in kijken. Hou op. Hou op. Burn, baby, burn. Woep. En... kom terug naar je plank. Handen zijn recht boven je schouder. Je schouders zijn recht boven je handen. Goed zo. Handen intrekken. Als dit goed gaat, ga je tempo ietsje verhogen. Rustig blijven ademen. Neus in. Controleer jezelf aan je binnenlaag. Is je navel nog ingetrokken? Nog 5. 4. 3. 2. En ontspan. Oké. Heel even rust. Hoeveel doen er ondertussen mee? Zijn er nog vragen ondertussen? Nee? Nee? Vind je het allemaal nog leuk? Mogen we stoppen? Nee? Nee, zeker niet. We zijn al 8 minuten onderweg. Schiet op, hè? Mooi. Gaat lekker snel. Oké. Nog 5 seconden. Dit is je laatste keer deze ronde. Kies je eigen uitdaging, ja? Maak het zo gek dat je kan hebben. Let's go, best een beetje voor. Borst maar uit, lipjes getuid. Knijp in je billen als je erboven komt. Weet je wat het is? Summer buddies are made in winter. En geloof me, het is zomer zomer. Echt hoor, het is nou weer 10 graden buiten. Geniet van dit moment. Wissel, zie je het zo over. Let's go! Oh. Goed, rechtop. Neus in, mond uit. Kleine stukjes. En als het niet gaat, ga je over op je benen intrekken. Yes? Zoek je balans. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En kom in voorlegsteun. Let's go! Laatste beetje. Handen onder de schouders en we gaan meteen door. Voor die sixpack. Spanning op je buik. Navel in. Doe je schouders een beetje naar buiten. Ja? Als ik op die schouderbladen duw, dan moet je niet inzakken als een pudding. Nee? Daar hebben we spanning. 3, 2, 1. En ontspannen. Half minuut rust. Oké, genieten jullie heel even van je rust. Ga ik de volgende oefening uitleggen. Wij gaan dus een klein beetje naar de kant halen.
als volgt uit. Ik vraag maar even af of jullie mij kunnen zien. Jawel, toch? We gaan namelijk het volgende doen. Ja, net aan. Hakken zijn dicht bij de billen. En we gaan uit die omhoog. Dit doen we een minuut. Knijpen. Rustig terug. Knijpen. Rustig terug. Als die minuut voorbij is, verplaatsen we handen onder de billen. Maken we de benen lang. Gaan we omhoog. En rustig terug. Dus combineren met buikspieren. Navel is ingetrokken. En we hebben spanning in de buik. Yes. Jullie hebben nog 8 seconden om te komen liggen op de grond. Yes, zijn we er klaar voor? Zeg ja, ja! 3, 2, 1, billen op. Doe met mij mee. Bovenin, vast. Knijpen, knijpen, rustig terug. Gaan we. Op, knijpen. Je moet het helemaal voor spannen. Dat moet echt een beetje pijn doen. Rustig terug. En terug omhoog. Knijpen, buikspieren zijn ondertussen aangeknepen. Je leunt op je schouderbladen en je billen zijn er steeds hoog. Ik heb nog niet gezegd dat je mag zakken. Hou vast. Rustig terug. Yes, gaan we weer. Op. Hou vol. We zitten op een halve minuut. Nog heel even vasthouden. Vast en rustig terug. Meteen weer omhoog. Hou hem vast. Bovenin. Knijpen die billen. Trillen met die billen. Hou vast. Navel is ingetrokken. Spanning op die buik. Rustig terug naar beneden. Gaan we weer. Op. We zijn er bijna. Nog 10 seconden. Knijpen. Ja, deze voelen branden. Dan gaat het goed. 3, 2, 1. Oké, handen zijn onder de billen. Meteen door met buikspieren. Benen zijn lang. Omhoog, rustig terug. Als het niet gaat, ga je been ietsje buigen. Dan maak je een ietsje kleinere beweging. Maar zorg dat je die onderkant van de buikspieren blijft aanspannen. Navel is ingetrokken. En de schouders zijn ietsje van de grond. Je onderrug blijft constant in contact met de vloer. Hou vol, bijna. In 3, 2, 1. En rustig ontspannen. Half minuut rust. Deze viel mee, toch? Dit is even een rondje tot rust komen. Geniet er maar van zo lang het duurt. Niet kort. Oké. Want we gaan straks weer even knijpen in die billen. Ja, echt waar. We zijn nu even aan het schuilen voor de handhaven. Oh jee. Oké, in 3. 2, 1, gaan we. Omhoog. Knijpen in die billen. Is je buik recht? Zo op plank? Dat is mooi. Dus zakken naar beneden. En we gaan weer omhoog. Knijpen in die billen. En rustig terug naar beneden. Gaan we. Op. Vast. Knijpen. Explosief. Spanning op je buik. Is die buik plak? Dan is hij goed gespannen. Rustig terug naar beneden. En op. We zitten op de helft. En weer terug naar beneden. Gaan we. Op. Knijpen. Ondertussen ben je je plafondplaat aan het tellen. Denk je aan iets wat niet nodig is. Rustig terug naar beneden. Gaan we. Op. Met die billen naar het plafond. Oh nee, niet. Naar beneden. Naar beneden. Dat wordt een hele gekke ding. Hou vol. Hou vast. Rustig terug naar beneden. Gaan we. Weer op. Knijpen. Hou vast. In 3, 2, 1. Handen onder de billen. Let's go. Gaan we. Lange benen. Navel is ingetrokken. Schouders zijn van de grond. Kijk, en mijn voeten gevoelt bijna uit deel. Dus eigenlijk heb ik iemand aan de andere kant staan. Die vangt ze op. Hou vast. Spanning op je buik. Voelen we die onderkant een beetje trekken. Dat is goed. Dat is die sixpack voor van de zomer. Hou vol. 3, 2, 1. Netjes. En ontspan. Heel even rustig. Doen we nog 1 ronde. Dit zijn een leuke ronde, toch? Ja, jongen. Jawel. Jawel, jawel, jawel. Oké. Ik doe het nog 1 keer. En maak je borst alvast nat. Want daarna gaan we een hele klein stukje aan conditie doen. Excuus alvast. Het is wel afhaal. Nee, want dat zie ik. Ik zie je zo uit beeld verdwijnen. Net zodat jullie mijn voet uit beeld zien. Mijn... Gaan we, weer omhoog, let's go, knijpen. Goed zo. Hou ze aangespannen.
En rustig terug naar beneden. Gaan we. Omhoog. Knijpen. Maak ze rond die billen. Trek de putten erin. Alleen nu dan, hè. Daar word je er mooier van. En rustig terug omhoog. Knijpen. Hou dat vast. En rustig naar beneden. Gaan we. Oh, nog een halve minuut te gaan. Hou vast. Vasthouden. Knijpen, knijpen, knijpen. Niet aan denken. Pijn is een emotie. Rustig terug naar beneden. En als het goed is, voel je hem helemaal doortrekken omhoog. Naar je hamstrings, achterkant benen. Spanning op je buik. Leun op je schouderbladen. Gaan we weer. Terug omhoog. Hou vast. Knijpen, knijpen, knijpen. Woe! Nog eentje. Let's go. Hou vast. Hou de plaats onder de billen. Laat de billen zakken. Gaan we. Strek de benen. Je optie is met gebogen benen. Als het niet meer gaat. Vinden we het nog leuk, Piel? Eén. Ja, nog steeds. Goed zo. Hou vol. Schouderbladen zijn van de grond. Hou spanning op je buik. Daag jezelf uit. Navel in. Zoek je spanning en dan weer op. 3, 2, 1. En kom rustig omhoog. Oké, jullie zijn vast heel benieuwd wat de volgende ronde gaat worden. Nou, ik ook altijd. Oké, zo. Hou het nog vol. Mooi, gelukkig. Is toch leuk? Lekker bezig. Ja, dan moeten we ook meedoen, hè? Oké. Daar gaan we. De volgende ronde is een conditie in combinatie met een ietsje rustiger. We gaan naar voren springen en een squat maken. Ja? Ik ga mijn matje van de kant houden voordat ik mijn nek breek. Dus, dat is naar voren. En rustig terug stappen als je de sprong niet aan kan. Wil je meer uitdaging? Maak een sprong en terug. Dat ziet er zijwaarts als volgt uit. Je maakt een sprong, je zakt laag door. Schouders zijn op, borst is vooruit. En je springt terug. Optie is sprong naar voren, rustig terug stappen. Yes? Dat is oefening 1. Een half minuut. En geloof me, die half minuut is langzaam. Dan ga je terug naar je matje. Handen onder je schouders. Rug is recht. Gaan we knijpen omhoog. Half minuut links. Half minuut rechts. Yes? Oké. Nou ja, dat was het dus. Zijn we klaar voor de eerste halve minuut? Klaargeboren! Mooi! In 3, 2, 1. Let's go! Springen voor je leven. Laag doorstakken. En spring terug. Als het te zwaar is, doe je een stap terug. Letterlijk en figuurlijk. Wissel dan wel af en toe je been. Anders krijg je ongelijk je benen. Dat doe je niet in de joggingbroek. In je spijkerbroek, zak. Niet heel lekker. Zo lastig als je een andere maat moet voor één been. Oké, kom naar je matje. Handen zijn onder je schouders. Ik ga uit elkaar benen. Ik ben een half in beeld, maar... Constant op links of rechts, kies één been. Ga straks wisselen. Knijpen, hou je rug recht. Spanning op je buik. En duw die schouders naar buiten. Knijp in je billen. Want het kramp erin schiet. En dan wisselen van been, andere kant. Let's go. Controleer jezelf, zijn schouderbladen nog naar buiten. Kan je nou niet op je knie leunen? Even plaats, sorry. Handen op een stoel. Handen op de stoel, gaan we naar buiten duwen. Yes? Dit is je optie. Nog 13 seconden. Hou vol. No pain, no gain. De stoel komt er heel erg omhoog nu, maar... Hou vol. 2, 1. En ontspan. Heel kort even rust. Half minuut. Yes? Ik ga even kijken hoe lang wij nog hebben. Oh, goed zo dat je meedoet. Keurig. Oh jeetje, de tijd vliegt ook voorbij. We zijn al 20 minuten verder. We zijn al 20 minuten verder. En we gaan nog niet naar huis. Oh, we zijn al thuis. Jammer. Oké. Want ik heb nog een superleuke uitdaging aan het einde. Ik denk dat jullie dit ook enig vindt straks. Oké, zijn we klaar voor? In 3, 2, 1. Gaan we. Let's go. Jump. En terug. Je doet het op je eigen tempo. Je stapt terug als het springen niet gaat. Heb je last van je knieën. Dus nou, het hoor je bij een gewone squat. Alle opties zijn open. Als je maar in beweging blijft.
Hou vol. En blijf nog, hè? Terug naar je matje. Let's go. Op naar je stoel. Gaan we. Overal gelijk been. Is je rug recht? Blijf recht naar voren kijken. Ik ben nog eens jullie in gaat houden. Of jullie doen, jullie weten het niet. Maar je camera op je iPhone. Al wissel op een been. Of je laptop, die doet dat gewoon, hè? Ik zie wat jullie doen. Ik zie dat jullie gewoon koffie zitten drinken en zitten kijken. Van nou, nee, maar dit kan ik dus zeggen dat ik een sportwerk had. Hou vol. Knijp in je billen. Hou vol. Nog 5 seconden. En ontspan. Oké, deze ronde doen we nog 1 keer. Ja, echt waar. Echt helaas. Zo. Half adem, neus in. Mond uit, maak jezelf groot. Groter als 1,65 meter zal die worden. Maar, dat is jammer. Ja, het schijnt dat als je aan zo'n deur gaat hangen, dat je dan lengte kan creëren. Bij mij is het niet gelukt. Ik hang heel vaak aan de deur. Oké. 3, 2, 1, let's go! Laatste ronde, alles wat je hebt. Kom aan! Daag jezelf uit. Met tempootje omhoog. Doe wat kan. Je opties is een gewone squat of een squat met een stapje terug. Deze. Yes? Hou vol. We zitten op de helft van die halve minuut. Oeh, blijf ademen. De training zit er bijna op. Kom op. Hou vol. En terug naar je matje. Of naar je stoel. Optie op je stoel is handen onder de schouders. Uitstrekken. Knijp in je billen. Spanning zoeken. Ik pak heel even de optie om het goed voor te doen. Navel is ingetrokken. Spanning op je buik. Schouders zijn naar buiten gedrukt. En je voelt die billen pijn doen. Dat is goed. Wissel. Andere kant. Let's go. Controleer jezelf. Is je rug nog recht? Zie je mij nog? Nee. Maakt niet uit. Mijn hoofd is toch groot, heel zeker. Netjes, hou vol. Hou dit vast. We zijn er bijna. Echt waar. Maar er komt straks nog wel een bonusoefening aan. Oh ja. En ontspan. Neem heel even een slokje water. Kom heel even tot rust. Want... nu komt straks echt iets leuks, dat zeg ik het zelf. Ja, ik ga nu even kijken hoe Julia reageert als ik de oefening uitleg. Jullie gezicht kan ik niet zien. Maar geloof me, dit wordt enig. Ja, oké. Ik ga straks 2 minuten op de timer aanzetten. Dan gaan we een challenge doen. Jullie gaan zoveel mogelijk herhalingen halen. Ik zal even uitleggen waarom ik jullie dit aandoe. Ik doe mee aan een challenge en ik moet 20 dagen lang 30 burpees doen per dag. Oh nee. Dat gaan we redden binnen 2 minuten. Dus leuk verzonnen. Ik doe even mijn challenge. En jullie gaan bijhouden hoeveel jullie er hebben gedaan. Goed? Ik praat daarna heel even niet. Dus dan weet je dat alvast. Goed, wat is een burpee? Hoe ziet dat eruit? Wat zijn je opties? We hebben 3 opties. Optie als je last hebt van je knieën. Mag je knieën heel erg. Pak je er een stoel bij, ga je zitten, staan en of naar de tenen op een sprong. Yes? Als het echt niet anders kan. Dus voor jullie is het geen optie. Oh, dat is wel jammer. Ik denk, ik pak vast mijn stoel. Optie 2 is handen onder de schouders. Naar achter en omhoog. Ja? Dat is optie 2. Zeg je amen? Ik steun jou en ik ga... 100% met jou mee. Nou, hou je, maak het borstel nat. Dat is deze. Heen naar de grond. En omhoog. Jullie konden het zien, dat is mooi. Maar dat maakt niet uit. Oké. Hoe lang zijn? 2 minuten lang.
alles wat je hebt. Yes? En we doen net zo het leuk is. Het is heel leuk. Als je maar vaak nog een beetje kan blijven zeggen, ga je vanzelf geloven. Zullen we met gezichten naar elkaar voordat we elkaars tuintjes eruit gaan? Ik ga rechts zo. Oké, dat is helemaal goed. Oké. Oké, hou even diep adem. En tel voor jezelf. Tel voor jezelf hoeveel je er hebt gedaan. Oké, de 2 minuten gaan nu in. Let's go! Zoveel als je kan. En als het niet meer gaat, geen optie makkelijker. Het is niet leuk, maar het is wel goed voor ons. Hou vol. Waarom staat de tiller nog? Ah. 10 seconden. Ik heb er volgens mij 30. Hoeveel hebben jullie er? Zo. Holy moly. Ik zei het toch, ik praat heel of niet. We gaan over mijn rekken en strekken. Maar neem even een slokje water. Doe dat ook. Zo. Pak je matje er weer even bij. En hoeveel heb je gehaald? Zie ik al reacties? 29! Wauw! Netjes! Super netjes! Super goed! Veel! Ik verwacht iedereen dat je het thuis nog een keer gaat proberen. Probeer Max te halen. Ik ben blij dat jullie mee hebben meegedaan. Gedeelde smart. Gedeelde smart, zelf smart. Oké. Okay. Kom even staan. Gaat het goed? Jawel. Oké. Okay. Armen lang. Maak je even lang. Probeer ademhaling weer even onder controle te krijgen. Neus in. Mond uit. Neus in. Mond uit. Oké. Okay. 1 arm voor. Zo, nou, mijn ademhaling is weer een beetje onder controle. Mocht even duren. Andere kant. Ja, het is toch lekker als je het gedaan hebt. Met de nadruk op als je het gedaan hebt. Ja, dan doen mensen geen reet aan. Maar het is wel goed voor je. Oké, even breed staan. Gewicht op 1 kant van je benen. Borstjes op, trotse houding. Sorry dat ik zo in jullie gezicht heb lopen eigenlijk. Ik wou me eigenlijk op mute zetten, maar kon ik ook niet maken. Weet u dat ik het ook vastbaar heb? Bij. Arme Jultje. Leuk, je een stage dag in. Ja, andere kant. En zo.
Neus in, mond uit, maak jezelf groot. Gaat meer zo naar de longen heen. Yes? Oké. Okay. Zo, zoek heel even je balans. Dat wordt lastig nu, denk ik. Oh, een stukje recht, hoogst op een stilstaand punt. En probeer je knieën naast elkaar te houden. Goed rechtop. Trotse houding, neus in. Mond uit. Oh. Wissel, andere kant. Rechtop. En schud los. Oké, kom heel even zitten op je matje. Of op je vloer of op je tapijt. Strek je benen. Pak even één ding vast. Oké, andere kant. Kom rustig staan. Gaan we. Neus in. Mond uit. Neus in. Mond uit. Linkerhand naar je rechterschouder. Even kloppen. Goed gedaan. Super trots op jullie. Super trots op jou. Hier was even aanmappen. Hopelijk zien we jullie weer snel. En schrijf nog even in de notities hoeveel je er hebt gedaan. Yes? Hey, fijne dag. Doei doei.